Dames en heren, welkom allemaal bij dit actualiteitencollege van het Zoeterbeek-programma. Ik ben Lisa Doeland, ik werk als programmamaker bij het Zoeterbeek-programma en ik zit het voor vanmiddag. We gaan het hebben over de Griekse schuldencrisis, de Griekse tegenaanval. In ieder geval, ze gingen er hard in sinds januari. Toen er een nieuwe partij aan de macht kwam in Griekenland, een linksradicale partij, Syriza. En opeens was daar steeds in beeld de nieuwe minister van Economische Zaken, Janos Varoufakis, die eisen had, die dingen wilde veranderen, wilde hervormen en die zich afvroeg of de leningen zoals die nu overeengekomen zijn met heel veel Europese landen, of die niet op een andere manier moeten worden voortgezet. Nou goed, vorige week bleek dat ze niet het onderste uit de kan kregen. Er is een nieuw akkoord voor 4 maanden. Maar ja, we zijn er dus nog niet. Er is nog steeds een Grexit mogelijk. Misschien stapt Griekenland uiteindelijk wel uit de eurozone. Is dat erg? Dat is een vraag die wij vanmiddag gaan stellen. Dan gaat het vooral over de economische kant van de zaak. Is het niet eigenlijk heel verstandig van Griekenland om misschien uit die eurozone te stappen? Wij hebben econoom van de Radboud Universiteit, Floris Heukelom, uitgenodigd om tekst en uitleg te geven. Hij zal zo een lezing geven van ongeveer een kwartier. Daarna een gesprek. Ik zal nog wat vragen stellen. Vooral ruimte ook voor u, de zaal, om met hem in gesprek te gaan over dit onderwerp. Maar voordat we dat doen, geef ik eerst graag het woord aan onze vaste columnist Leon Dekker. Het was, dames en heren, inmiddels alweer bijna 5 jaar geleden dat de eerste crisisbijeenkomst had plaatsgehad. Zeus had zijn familie op de berg Olympus een sms'je gestuurd met het verzoek zich schielijk naar zijn overigens ruim uitgevallen pied-à-terre te begeven. De oppergod was in de opperste opwinding. Het is nu erop of eronder, zo had hij zijn naaste omgeving herhaaldelijk meegedeeld. Moet ik nu als oppergod, koning van goden en mensen, heerser over hemel en aarde, lucht, weer en bliksem, me verlagen tot nadenken over het probleem dat dat aardse volkje onderaan de berg geschapen heeft? Zo vroeg hij zich af. Hij had zijn verwanten met tegenzin voor een spoedberaad bijeengeroepen. Zeus nam het woord en legde uit dat de overwinnaar van de verkiezingen, de Syriza-partij, onder aanvoering van een Alex Tsipras, zich als overwinnaar in een duel met de zogenaamde Europartners had uitgeroepen. Maar de vraag was of dat wel terecht was en of Griekenland uiteindelijk zich niet zelf een oor had aangenaaid. Was men toch niet te toeschietelijk geweest, daar waar aanvankelijk de niets ontziende vijand in volle omvang wel erkend en herkend was. De partijkrant van Syriza had een Schauble, minister van Financiën van Duitsland, in der tijd terecht ontmaskerd als kouleiter. Premier Tsipras had zijn land voor een sociale holocaust gewaarschuwd in het geval de bezuinigingen voor Athene niet verlicht zouden worden. In de partijkranten was een karikatuur van een mevrouw Angela Merkel opgenomen, waarin ze een telefoongesprek met een Hitler voert en daarbij eeuwig getrouw zweert. De Griekse minister van Financiën, Varoufakis, had de methode van die zogenaamde trojka vergeleken met de waterboarding. Hij verduidelijkte daarbij dat kort voor de hartstilstand de Grieken wordt veroorloofd een paar keer adem te halen. Dan drukt men ons weer onder water en alles gaat weer van voren af aan. Poseidon, die ook over het water gaat, knikte instemmend. Pallas Athene, die tevens de oorlog beheert, riep uit: ze moeten erop slaan. Hermes, die meer in handel dan in oorlog zag, temperde de uitspraak van zijn zus: één dialoog is toch niet uitgesloten. Wie heeft er verstand van dialogen? Vroeg Zeus. Het bleef even stil. We kunnen beter het orakel raadplegen en het heilig uitsluitsel door Hermes, die immers de boodschapper van ons allemaal is, aan de heer Tsipras persoonlijk laten aanreiken. Dat hoeft niet,
aldus Hades, god van de onderwereld. Ik ben er al geweest en eerlijk gezegd, er was geen touw aan vast te knopen. Wat mij betreft kan dat hele orakel me nog meer vertellen. Hermes, ook god van de handel, liet weten nog kort tevoren beneden geweest te zijn. Hij had een lijstje meegebracht met, zo zei hij, de deal tussen Griekenland en die uirogluiperds. De toegezegde maatregelen waren gelukkig hier en daar redelijk vaag, zodat er toch nog ruimte was voor uiteindelijke interpretaties waarmee de aasgieren van Europa te grazen genomen konden worden. Hij wilde met de opsomming beginnen, maar Zeus meende dat het wellicht goed was nog een commissie van wijze mannen in het gesprek te betrekken. Zijn voorstel was de heren Socrates, Plato en een Aristoteles uit te nodigen om hun visie op dat zogenaamde akkoord te geven. Een akkoord dat in de stal van vergaande vernederingen, betuttelingen en chantage inhield. Het drietal dat de invitatie al verwacht had, was helaas tegelijk met de uitnodiging aanwezig. Socrates als oudste wilde als eerste het woord nemen, maar Plato was hem voor. De huidige staat Griekenland dient vanaf de bodem opnieuw te worden opgebouwd, althans volledig gerenoveerd te worden. Ik heb over de staat al het een en ander geschreven, maar dat hebben jullie natuurlijk niet gelezen, aldus de wijsgeer. Zeus fronste de wenkbrauwen, hij wist dat dat waar was. De Griekse regering wil minder bezuinigen en meer uitgeven. Dat klinkt niet helemaal logisch, vond Plato. Socrates vulde aan dat de bouwstenen van de huidige en gewenste staat nadrukkelijk zo goed mogelijk gedefinieerd dienden te worden. Zonder definities wordt het niks. Daar neem ik gif op in, aldus de Nestor van het gezelschap. Wat houdt de Griekse bureaucratie nu in en wat moet het worden? Wat te verstaan onder corruptie, fraude, belastingontduiking, betrouwbaarheid en meer van die zaken welke het huidige regeringsapparaat in den brede raken. Aristoteles merkt ook dat men met zijn oorzakenleer misschien wat meer licht in de huidige duisternis zou kunnen brengen. Wat is de causa materialis, de causa formalis, de causa efficiens en de causa finalis van het huidige en het gewenste bestel? Het is nogal wat, aldus de wijze Socrates. Het hervormen van de overheidsfinanciën, het bevorderen van financiële stabiliteit en economische groei, plus het aanpakken van de humanitaire crisis, en dat in vier maanden. Wij hebben wel vier maanden nodig alleen om er even over na te denken. En gedrieën zongen ze tot ergernis van Zeus. Wij, we gaan nog niet naar huis. De Griekse tragedie, Griekse, nieuwe Griekse filosofie ook misschien. Griekse problemen waar nu weer een nieuw hoofdstuk aan toe is gevoegd. Begon in 2010, u weet het misschien nog wel, de Europese crisis, de kredietcrisis brak uit in 2008. Dat was al vervelend voor vele landen, waaronder Griekenland kwam in recessie terecht. Maar in 2010 ging het echt mis toen werd ontdekt dat er jarenlang het BBP, het bruto binnenlands product, schromelijk was overdreven. Dat banken een stuk meer schulden op de balans hadden staan. Dat ook de schuld van de overheid een stuk groter was dan gedacht. En dat stapelde zich op de al lopende problemen op, ook al de, niet onbelangrijk, al lopende stress van die hele kredietcrisis. En daarmee was Griekenland, wat dan wordt genoemd, technisch failliet. En nou is faillissement een wat ingewikkeld begrip als het gaat om landen. En je kunt een bedrijf, kun je zeggen van nou, jullie bestaan niet meer, we verkopen de inboedel, de werknemers die gaan op zoek naar een nieuwe baan en met de opbrengst betalen we de crediteuren. In een land gaat het natuurlijk moeilijker, je kunt niet zomaar de Acropolis verkopen aan de hoogste bieder,
Die mensen die kunnen niet zomaar ergens heen. Maar wat ermee wordt bedoeld is dat die schuld zo snel oploopt en dat ook de kredietverstrekkers zoveel rente eisen dat het eigenlijk niet meer dan redelijk is om te veronderstellen dat het niet mogelijk is voor dat land om dit ooit nog terug te betalen. He, zo snel loopt die schuld op, zoveel rente komt er elk jaar ook bij. Nou, wat kun je dan doen? Dan kun je verschillende dingen doen, want het is uiteraard geen unieke situatie in de economie en de geschiedenis. Dat komt met de nodige regelmaat voor. Je kunt grofweg twee dingen doen. Als eerste kun je zeggen, nou oké, dan betalen we gewoon een deel van die schulden niet meer. He, dus je kondigt aan als land, heeft bijvoorbeeld Argentinië gedaan in 2000-2001, en zegt, nou, we betalen nog maar de helft van de schuld terug. Dat is natuurlijk niet eenvoudig, hè, want dan ben je meteen ook het vertrouwen kwijt voor de komende 10 jaar. Kom je misschien nog in veel groter problemen, want ook allerlei bedrijven kunnen dan moeilijker aan krediet komen. Maar dat is één route. Andere route is om op een andere manier aan geld te zien, te komen. En dat is wat er in dit geval gebeurde. En dat gebeurde met name ook omdat de overige Europese landen, de overige eurolanden, bijzonder bang waren voor deze Griekse crisis. Dat kwam als eerste omdat ze dachten, het was grotendeels ook gewoon ordinaire speculatie, dat heel veel banken waar het al slecht mee ging in 2010, en na die kredietcrisis van 2008, dat die op allerlei manieren verbonden waren met de Griekse economie en dat een default, een faillissement van Griekenland ook allerlei negatieve gevolgen zou hebben voor de eigen banken. En minstens zo'n belangrijke reden, denk ik, is dat ze simpelweg op dat moment het risico van een faillissement van de euroland te groot vonden. Hè, want dat zou suggereren dat misschien ook landen als Italië en Frankrijk failliet zouden kunnen gaan. Dat zou ineens laten zien dat het uitstappen uit de euro een reële mogelijkheid was. En dat wilde men niet, simpelweg. En dat risico was te groot. Wat werd er daarom gedaan? De overige Europese landen die stelden dat geld beschikbaar dat Griekenland nodig had, hè, om de lopende tekorten op te vangen, maar ook om de steeds aflopende schulden die al liepen te financieren. Maar zeiden de overige Europese landen, dat is prima, dat doen we, maar daar stellen we wel een aantal eisen tegenover. En we willen wel dat je vanaf nu een gedegen statistiek aanlevert, dat we gewoon weten wat je echt wat de omvang van de economie is, wat de schuld is. We willen ook dat jullie een aantal hervormingen doorvoeren waarvan wij vinden, om wat voor reden dan ook, dat dat goede hervormingen zijn. En nog zo'n paar eisen. En dat is wat de Trojka, het IMF, de Europese Unie en de ECB, de Europese Centrale Bank, hebben gedaan. Dus ze hebben een heleboel geld beschikbaar gesteld en er een aantal eisen tegenover gezet. En doordat ook steeds weer schulden afliepen, is inmiddels uit mijn hoofd iets van 80% van de schuld van de Griekse overheid in handen van overige Europese landen. Nou, dat gebeurde allemaal in 2010 in een van die vele naslepen van de crisis van 2008 in snel in elkaar gezette akkoorden gedurende weekenden waarin dan de markten gesloten waren en dan op maandagochtend 6 uur moest het allemaal geregeld zijn. In 2012 is er vervolgens wel een gedeeltelijke herstructurering geweest, plaatsgevonden. Dus wel gedeeltelijk gezegd over een deel van de schulden. Nou ja, kredietverstrekkers, banken, pensioenfondsen, beleggers, jullie hebben risico genomen door te beleggen in Griekse staatsschuldpapier. En op dit moment heb je pech gehad, dus je gaat niet al het geld terugkrijgen. En dat is gebeurd in 2012, waardoor die schuldenlast van Griekenland met een miljard of 20 gedaald is. En de hoop was dat dat enigszins tegemoet zou kunnen komen aan de grote frustratie en woede onder de Griekse bevolking over het feit dat het toch heel sterk erop bleek dat zij moesten betalen, zij moesten boeten voor de problemen die veroorzaakt waren door de bestuurlijke elite, door de banken, door het grootkapitaal, en dat die banken zelf ermee weg zouden komen, dat die beleggers zelf ermee weg zouden komen. Ik denk dat het heel duidelijk een van de motivaties was om deze relatief kleine schuldsanering
door te zetten in 2012. Heeft niet geholpen, want zoals we allemaal weten is een aantal jaren later, twee maanden geleden, of een dikke maand geleden, een compleet nieuwe partij opgestaan in Griekenland. Waar eigenlijk tot een half jaar geleden niemand serieus rekening mee hield. Ik denk dat iedereen, alle commentaar, als je die in de krant las, dan dacht men wel van, nou ja, dat zal inderdaad wel een grote partij worden. Maar dat het echt zo groot zou worden, dat het echt bijna de absolute meerderheid zou halen. En dat het mogelijk zou zijn om een compleet nieuwe Griekse regering neer te zetten. Met compleet nieuwe mensen erin. En zonder de vaste families en de vaste namen van de afgelopen 40 jaar. Dat had eigenlijk, hadden weinig mensen voor mogelijk gehouden een half jaar geleden. En de grote vraag is nu, ja, wat wil dit Syriza precies? Hè, kunnen ze wat bereiken in die Europese Unie, in die afspraken? En hoe gaat dat nou verder aflopen? Moeten ze misschien naar een Griekse, moeten de Grieken uit de euro stappen? Moet er een Grexit plaatsvinden? Hebben ze iets van onderhandelingsmacht? En wat algemene gezegd, van een afstandje bekeken, wat wil die partij nou precies? He, want het is een compleet nieuwe partij, met name mensen van universiteiten en andere soorten intellectuelen erin. Wat willen ze nou precies? En daarmee, of in dat proces, is die Varoufakis boven komen drijven als de belangrijkste architect van het economisch beleid. En dat klopt uiteraard. Hè. Dat is een hoogleraar economie en heeft een grote stem in die partij en is nu de minister van Financiën. Ik denk dat als je kijkt naar het programma van de partij, als je kijkt naar de stukken die Varoufakis heeft geschreven, de interviews die hij heeft gegeven, maar ook als je kijkt naar wat er in allerlei krantenartikelen heeft gestaan over de gevoelens onder de Griekse bevolking, dan zie je daar drie punten uit naar voren komen die belangrijk zijn voor die economie. Voor de economische organisatie van het land. Als eerste wil Syriza, wil Varoufakis, internationale solidariteit. En dat kun je wat cynisch afdoen als wel heel erg gemakkelijk argument op dit moment. Hè, want die internationale solidariteit zal er dan op neerkomen dat er uit de rijke landen geld moet komen om de mensen die echt bijna te weinig te eten hebben in Griekenland en andere Zuid-Europese landen van voedsel te voorzien. En dus dat lijkt een wat makkelijk gelegenheidsargument. Maar het is ook duidelijk een kenmerk van de marxistische, radicaal linkse insteek van de partij. En je moet het niet overdrijven. Het zijn niet de communisten van de 20e eeuw, dat Syriza. Ik denk dat je het beter kunt vergelijken met pakken beter de Partij van de Arbeid onder Joop den Uyl in de jaren 70. En dat is volgens mij meer waar die partij om verstaat. Maar in politieke termen van 2015 betekent dat je toch vrij radicaal links bent. Dus ze willen Europese solidariteit. Ze willen internationale solidariteit als het gaat om sociale voorzieningen. Maar ook als het gaat om bankentoezicht. Ook als het gaat om het tegengaan van belastingontduiking. En daar sluit bijvoorbeeld iemand als Piketty naadloos aan bij dat programma. Ook als het gaat om democratische controle van alles wat er in Europa gebeurt. En ook als het gaat bijvoorbeeld om het uitgeven van Europese staatsobligaties. Ook dat is gedeeltelijk een handig gelegenheidsargument, omdat ze hopen daarmee goed tegen een lagere rentepercentage te kunnen lenen. Maar het is ook wel degelijk een onderdeel van die roep om internationale solidariteit. Ze willen duidelijk een ander Europa. Een Europa dat niet is gebaseerd op neoliberalistisch-anglo-saxische doctrines, zoals Varoufakis het graag noemt, anglo-saxisch cynisme, maar een solidaire Europese Unie. Een tweede punt. Een tweede belangrijke punt in het programma is het afrekenen met de corruptie, het afrekenen met de invloed van de gevestigde belangen in eigen land. En dat is een thema dat ook in Nederlandse kranten veelvuldig voorbij is gekomen. Het is in Griekenland nog steeds
worden er geen belastingen op grond en onroerend goed geheven, nauwelijks. En de reden dat dat niet gebeurt is dat er geen goede registratie van onroerend goed en van land is. Dus hier in Nederland hebben we het kadaster, waar al dat al tot op de millimeter nauwkeurig in wordt bijgehouden. En wat het mogelijk maakt om heel precies iedereen aan te kunnen slaan voor een bepaalde belasting die je af moet dragen. In Griekenland heb je dat niet en dat wordt natuurlijk duidelijk gefrustreerd, de invoering daarvan, door gevestigde belangen van grootgrondbezitters die er helemaal geen zin in hebben. Nee, in Griekenland worden heel veel beroepen, niet alleen taxichauffeurs, maar ook vrachtwagenchauffeurs, die worden beschermd. Er wordt gewoon gezorgd dat maar een beperkt aantal vrachtwagenchauffeurs kunnen zijn. Die kunnen daardoor hogere tarieven eisen. Ook daarvan wordt in heel veel andere landen gezegd van nou, dat is misschien niet zo'n goed idee voor de economische groei op de lange termijn. En ook Syriza zegt daarvan, zei het wat voorzichtiger, daar moeten we vanaf, daar moeten we wat aan doen. Dat is niet goed voor de welvaart van het land als geheel. Maar tot nu toe lukt het niet, tenminste de vorige regering lukt het tot nu toe niet, om dat echt duidelijk daar stappen in te zetten. Ja, maar dat is ook wel degelijk een duidelijk speerpunt van dat Syriza, van die Varoufakis. En daarmee zitten ze eigenlijk, dat is een beetje ondergesneeuwd in de discussie, heel dicht bij, wat laat ik zeggen, de mainstream, de meeste politici en economen, de bestuurlijke elite van de rest van Europa graag wil. Een derde belangrijk punt in zowel publicaties en interviews van die Varoufakis als in het programma van het Syriza, is dat ze weer een controle willen over de eigen economie en over de eigen organisatie van het land. En dat zag je ook terug zo net in die documentaire. Er zit een hele diepe frustratie, zowel bij die partij als bij de, zeg maar, de Griekse bevolking als geheel, dat wat er nu gebeurt in het land wordt bepaald door de rest, door die trojka, die daar ergens in mooie kantoren in Washington en in Frankfurt zit en bepaalt hoe het moet. Dus ze willen meer eigen macht over het land, eigen beslissingsbevoegdheid. En dat botst natuurlijk direct met die afspraken die zijn gemaakt in 2012. Of vanaf 2010 en daarna herhaald in 2012. Er zit ook een wat meer politiek-ideologische component aan. Die trojka die hamert er heel erg op dat de havens moeten worden geprivatiseerd, dat energiebedrijven moeten worden geprivatiseerd, dat drinkwatervoorzieningen moeten worden geprivatiseerd, want dat levert geld op en daarmee kun je de schuld aflossen. Maar dat is ook een heel duidelijk, komt ook heel erg duidelijk voort uit wat wel die neoliberale Anglo-Saxische ideologie wordt genoemd. Dat je zoveel mogelijk door de markt moet laten doen. En daar is dat Syriza en Varoufakis uitdrukkelijk mee oneens. Dus ook daarom willen ze meer controle op die eigen economie. Omdat ze zeggen, nou, misschien dat wij het helemaal niet zo'n goed idee vinden om de drinkwatervoorziening door de markt te laten organiseren. En de grote vraag is dan, wat nu? En de grote vraag is ook, is dan een Grexit mogelijk, het uitstappen van Griekenland uit de Europese Unie. Want dat is natuurlijk wel het ultieme dreigmiddel van de Grieken. Die zijn nu met de rest van Europa aan het overleggen. En de rest van Europa die wil op zich Griekenland er wel bijhouden. Ook misschien uit strategische politieke overwegingen. Omdat je anders Rusland meteen daar weer een invloedrijke factor wordt. En omdat hij daar op de grens van het Midden-Oosten zit. Maar ja, niet ten koste van alles. En het ultieme dreigmiddel dat Syriza heeft is, nou ja, dan stappen we uit de Europese Unie, uit de euro. Niet per se uit de Europese Unie, stappen we uit de euro. Kan dat? Het antwoord is ja. En het antwoord is dat het puur economisch bezien misschien niet eens zo'n slecht idee zou zijn. Want wat gebeurt er als je dat doet? En dan zeg je, vanaf maandag voeren we de drachme weer in. Die drachme die, de oorspronkelijke munt in Griekenland, die devalueert meteen gigantisch, zeg 50% ten opzichte van de euro. Daardoor worden alle producten, alle lonen in termen van euro's worden ineens een stuk lager, waardoor die hele Griekse economie een stuk competitiever wordt en meer kan gaan exporteren.
Waardoor er ineens veel meer toeristen naar Griekenland komen, want er wordt ineens een hele goedkope vakantiebestemming. En op die manier zou dan de Griekse economie weer kunnen gaan groeien, zouden mensen weer een baan kunnen vinden, daalt de werkloosheid enzovoort. Dus dat is wat er dan zou gebeuren, dat is de positieve kant. De negatieve kant, de nadelen daarvan, zijn dat je dan nog steeds een schuld hebt in euro's die in termen van de nieuwe munt, drachme, ineens twee keer zo hoog is. Dus dan ben je nog langer bezig met aflossen. Heel veel grote bedrijven en rijke individuen die zullen dreigen of daadwerkelijk snel vertrekken. Die zullen zeggen, oh maar wacht even, hier hebben we niet voor getekend. Ik verplaats mijn bedrijf een andere kant op. Wat er ook gebeurt, wat er ook dan zal gebeuren, en dat zie je bij andere landen in het verleden ook steeds terug, is dat dan de bevolking ineens ziet dat niet alleen de eigen producten ineens half zo duur worden en dus beter geëxporteerd kunnen worden, maar dat ook importgoederen ineens twee keer zo duur worden. En dus de iPhones, de televisies, alles dat uit het buitenland komt, wordt ineens twee keer zo duur. En dat is natuurlijk ook alweer wat vervelend. Waardoor je de neiging krijgt, of waardoor de verleiding groot wordt, om die devaluatie van de drachma dan toch maar niet 50% te maken, maar 40% of 35%. Waardoor dat hele voordeel van productiviteitsverbetering weer teniet wordt gedaan. Dat zijn de puur economische voor- en nadelen. Het hangt tenslotte ook nog op een goede bestuurlijke organisatie van een land. Het is niet zo dat je dat op een dag beslist en dan zeg je oké, nou dat gaan we doen en dat gaat vanzelf. Je hebt daar een bijzonder capabel en goed georganiseerd ambtenarenapparaat voor nodig. Die in staat is om zonder dat ze gecorrumpeerd worden toch die grote bedrijven binnenboord kunnen houden. Die op een goede manier wetgeving kunnen veranderen. Dan heb je ook nog allerlei ministers nodig die dat op een goede en snelle manier door een parlement kunnen krijgen, zonder dat de bevolking boos wordt. Dus dat is nogal wat. En dan moet je wel echt van goede huizen komen als je dat voor elkaar wil krijgen. En de grote ironie ervan is natuurlijk, kunnen we hier wel hardop met elkaar zeggen, dat de belangrijke reden dat Griekenland in deze problemen terecht is gekomen is dat die bestuurlijke organisatie nog wel wat te wensen overlaat. En daar zal ongetwijfeld ook Syriza in Varoufakis tegenaan lopen. Dus het kan wel, zo'n Grexit. Maar je moet van goede huizen komen. En het hangt op een ambtenarenapparaat. Maar stel nou dat je dat doet. Welke problemen heb je dan opgelost? Heb je dan het probleem, welke verkiezingsbelofte heb je dan ingelost? Lopen ze weer even af. De internationale solidariteit. We moeten het met z'n allen doen, Europa. Om samen een democratische vuist te kunnen maken tegen het grote kapitaal, tegen machtsmisbruik. Nou, dat komt natuurlijk, verdwijnt alleen maar verder uit beeld. Want je gaat juist weer, binnen de eigen grenzen richten. Dus die internationale solidariteit en ook die internationale macht, de internationale democratische macht, die zo diep in die marxistische filosofie zit, die raakt er verder mee uit beeld. Het afrekenen met corruptie, het hervormen van de economie, het afschaffen van een vrachtwagenchauffeurquotum en al dat soort dingen meer, dat komt natuurlijk ook geen stap dichterbij. Dat moet je dan nog steeds doen. Dus dat los je ook niet op. Wat je wel oplost is dat derde punt. En je krijgt wel meer controle over je eigen economie. Je kunt weer zelf bepalen hoeveel inflatie je hebt elk jaar. Je kunt weer zelf bepalen hoeveel tekort je hebt elk jaar. Je kunt ook zelf gewoon de Chinezen eruit gooien en zeggen de haven is weer van mij. Je kunt ook zelf bepalen of je die drinkwatervoorzieningen wel of niet privatiseert. Dat schiet je er duidelijk mee op. Dus met zo'n Grexit los je een van de drie belangrijkste punten van het programma van Syriza op. En dat is het, denk ik, is mijn inschatting, ook voor de Grieken simpelweg niet waard. En dat betekent dat de Grieken eigenlijk geen dreigmiddel hebben naar de rest van de Europese partners.
He, ze kunnen niets, die Varoufakis die weten nodig van speltheorie, zoals inmiddels bekend. Ze kunnen geen zogenaamde credible threat, een serieus dreigement maken naar de andere partijen en zeggen, maar jullie moeten ook ons wat geven, want anders stappen we eruit. Want het wordt gewoon niet geloofd. Want iedereen ziet dat het ook uiteindelijk niet in Grieklands belang is om daaruit te stappen. En dat betekent, hoe zuur het ook is, en hoe veel beter je die Varoufakis, die dat er bijzonder goed en scherp uitlegt in al die documentaires, en het is oprecht denk ik een hele een slimme man, dat ze gewoon geen kant op kunnen en voorlopig overgeleverd zijn aan die Europese crediteuren met hun voorwaarden. Dat is waar we nu ongeveer staan. En ik ben ook erg benieuwd wat er over een paar maanden gaat gebeuren, want mijn voorspelling is dat je dan gewoon weer een herhaling krijgt van wat we de afgelopen maand ook hebben gezien. He, veel geschreeuw, veel gedoe en uiteindelijk kan Griekenland geen kant op. Dat was hem. Ja, bedankt Floris voor deze verhelderende lezing. Je zegt dus dat Griekenland eigenlijk geen kant op kan. Dat we waarschijnlijk over 4 maanden weer hetzelfde gaan zien. Dus eerst wat retoriek, wat spierballen. En dan een terugtrekkende beweging. Maar er moet natuurlijk een moment komen waarop we uit deze impasse komen. Of niet? Of denk jij, dit kan nog jaren zo doorgaan? Ik zou graag op het eerste jaar antwoorden. Maar ik ben ook bang dat het nog jaren door kan gaan. Want wat je eigenlijk zou moeten doen in zo'n situatie is een deel van die schuld kwijtschelden. Misschien ook op de een of andere manier zorgen dat het wel ook economisch wat beter gaat. En dan het land en dan de nieuwe regering opnieuw laten beginnen. En laten zien dat zij wel weten hoe het moet. Even kort in de bocht. Maar dat wordt nu niet gedaan. Dus die schuld die blijft maar groot. En als dat niet wordt, dat is nu 175% van het bruto binnenlands product, die economie die groeit ook nauwelijks. Dus daar zijn ze nog tientallen jaren mee bezig om dat af te lossen of om dat op zijn minst beheersbaar te maken. Ja. Maar waarom gebeurt dat dan eigenlijk niet? Want ik werd er gisteren op gewezen dat in Kroatië eind januari de schulden van de armste inwoners van het land zijn kwijtgescholden. Ja. Ik heb me er niet heel diep in verdiept, maar dat leek net een soort jubeljaar. Hè? Dus gewoon die schulden, die strepen we weg. En ik met mijn boereneconomische verstand denk ook, nou ja, als je een lening aangaat, altijd de kans dat je het niet terugkrijgt, dan vraag je ook rente. Ja. Dus moeten de Europese landen niet hier gewoon hun verlies nemen? Of eigenlijk is mijn vraag, waarom doen ze dat niet? Waarom doen ze niet zoals de Kroatiërs doen? Nou, ja, in Kroatië gebeurde het bij arm deel van de bevolking, niet bij het land als geheel. Maar wat gebeurt er, of waar is men bang voor dat gebeurt als je dat bij Griekenland grootschalig wel doet, is dat dan de dag daarna de Italianen op de stoep staan en zeggen, oh, maar wacht eens even, wij hebben ook een schuld van 2000 miljard. En dat is ongeveer de schuld van de Italiaanse overheid. Daarvan gaan wij nu ook de helft, die betalen we gewoon niet meer terug. En dan komt Spanje en Portugal en Frankrijk en waarom ook niet Nederland langs. Hè, dus, dan wordt Europa wordt een soort een lachertje in de wereld en gaan de rentepercentages voor alle andere landen ook heel erg omhoog. Gaan misschien ook de rente die bedrijven moeten betalen op kredieten in allerlei andere Europese landen heel erg omhoog. En daarom wil men het niet. Hè, maar puur economisch gezien zou dat natuurlijk de verstandigste oplossing zijn. En ook een logische oplossing. Hè, het is wat je zegt, als je aan iemand een lening verstrekt, heb je het risico dat het geheel of gedeeltelijk niet terug wordt betaald. Het is misschien ook een wat meer typisch Noord-Europese benadering. De Amerikanen die zijn daar over het algemeen een stuk makkelijker in. Die zeggen, nou ja, oké, failliet, ook persoonlijk faillissement bijvoorbeeld. Prima, kun je niet betalen. Dit is wat je nog wel kunt betalen, dus dit betaal je terug en begin maar opnieuw. Maar in Europa, zeker in Noord-Europa, willen we daar niet aan. Maar dat heeft dus ook te maken met de manier waarop de eurozone nu vorm gekregen heeft. Dat bijvoorbeeld Argentinië in 2001-2 wel failliet kon gaan. En het nu bij Griekenland zoveel ingewikkelder is om als land gewoon te zeggen, we betalen niet anders. Ja, want ze zitten in die eurozone.
Ja, en dus onder dwang of onder nadrukkelijke suggestie van de overige eurolanden heeft Griekenland gezegd, oké, dan gaan we niet failliet. Hè, dan zeggen we niet tegen de kredietverstrekkers, we betalen niet terug. Maar we lossen het op door geld van jullie te lenen. Ja. Ja, ja. Ik ben benieuwd of er al vragen leven. Ja, ik zie alle. Ik begin daar achteraan, dan komt een microfoon naar je toe. Ja, Marius. Ja, Marius van Schijndel. Ik vraag me af, hoe is het oorspronkelijke tekort nou ontstaan? Dan bedoel ik eigenlijk van, waar is dat geld nou terechtgekomen? Dus ze hebben ooit te veel uitgegeven, ja. Maar is dat nou bij de arme Griek gekomen of is dat bij rijken gekomen? Want dat gaat over miljarden. Nou ja, dat is dus een beetje onduidelijk, omdat die statistieken zo slecht zijn. Maar de Griekse schuld die was altijd al heel erg hoog. Hè. Die was altijd al rond de 100% van het bruto binnenlands product. Dus dat is gewoon opgebouwd in de afgelopen, in de 25 jaar, hè, tot pakweg 2010. Vervolgens kwam die crisis van 2008 eroverheen, liep het op naar 110-120%. En toen bleek dat de omvang van het BBP was overschat en de omvang van de schulden was onderschat. Waardoor het eigenlijk 150% bleek te zijn. En nu is het een soort stapeleffect. Want nu krijg je, dan heb je al 500 miljard schuld. En dan moet je daar ook nog eens 10% rente over betalen. En dus komt er elk jaar nog eens een keertje 50 miljard bij. Zonder dat je iets extra's geleend hebt. Waarom is die rente dan zo hoog dan? Die kun je toch lager houden? Dan is dat geen marktrente meer. Nou ja, het is letterlijk marktrente, omdat dat is wat de kredietverstrekkers willen hebben. En dan gaat de Griekse overheid naar de kapitaalmarkt en die zegt, ik wil graag geld van jullie lenen en ik bied 3%. Nou, dan zegt er niemand, dat is goed. En dan zegt er oké, 4%. En dan zegt er nog niemand, dat is goed. En pas als ze 13% zeggen, zeggen sommige mensen, nou vooruit, dan wil ik je het geld wel lenen. Dank u wel. Ja. De vraag is, als Griekenland zo'n Grexit doorvoert, wat is het grootste probleem voor de andere eurolanden? Als in, de strategische positie met Rusland en het Midden-Oosten, dat zou een gevaar kunnen vormen, maar wat zijn de andere problemen voor de andere eurolanden? Economisch vrij weinig, gek genoeg. He, wat er gebeurt op het moment dat Griekenland eruit stapt en dus ook zegt, we gaan de helft van onze schulden aan jullie rest van de Europese landen niet terugbetalen, dan heeft Nederland een probleem van pak en beet 6, 7 miljard euro. Nou, dat kan dan keurig over 20 jaar uitgespreid worden, dus dat merken we eigenlijk nauwelijks in de begroting in Nederland. Wat er gebeurt is dat sommige Griekse producten, die worden ineens een stuk competitiever. He, dus de Griekse toeristenindustrie die profiteert ten koste van misschien de Spaanse Costa's. De Griekse rederijen, die zijn sowieso heel groot, die winnen misschien wat ten opzichte van de rederijen in Rotterdam. En dus dat zijn wat directe en indirecte economische kosten. Maar verder is economisch gezien, valt het eigenlijk wel mee voor de rest van de eurozone. En is het misschien ook wel een goed idee, omdat die economieën in Noord-Europa met name zo anders in elkaar zitten en ook zulke andere producten hebben dan in Griekenland, dat het puur economisch gezien, dan noemen we de theorie van het optimale valutagebied, misschien beter uit elkaar getrokken kunnen worden. Maar dat is dan waarschijnlijk niet waar Varoufakis toch op aanstuurt. Of dat, ik vind het moeilijk bij die man, want in dat filmpje zagen we hier heel duidelijk inderdaad dat hij hamerde op die internationale solidariteit. Dus ook heel duidelijk één Europa. Dat is belangrijk. Ja. Terwijl ik hem zelf ook even geloofde de afgelopen maand met, als het heel erg wordt, stap ik eruit. Ja. Hoe moeten we dat eigenlijk duiden? Want was het dan toch alleen maar retoriek? Politiek spel. Nou, het is niet retoriek, het was een poging tot bluffen. Het was gewoon een poging om te zeggen, let op rest van de Europese Unie. Als jullie ons niet een klein beetje tegemoetkomen, dan hebben wij de optie om daaruit te stappen. En dat is minstens zo vervelend voor ons als het is voor jullie. Dus dat wil je liever voorkomen, rest van de Europese Unie. Dus je kunt ons beter tegemoetkomen. Dat is wat hij te doen. Hè? Ook al roept hij heel erg hard dat dat speltheorie, dat dit niet het moment is voor speltheorie.
Dat is wat hij probeerde te doen. Maar de rest van de Europese landen gelooft het niet. Hè, omdat het gewoon uiteindelijk ook niet in het belang van Griekenland is. En omdat het economisch in ieder geval helemaal niet zulke grote consequenties heeft voor de rest van Europa. Het is maar, wat is het, 3-4% van het Europese binnenlandse product. Maar het geeft wel aan de ontzettend moeilijke en niet te benijden positie waar die Varoufakis in zit. Ja, want dat, er komt een microfoon aan. Elisabeth van Mensen, ik vraag me dan af, die Varoufakis is ook niet gek. Het is een econoom, die doorziet dat allemaal. Gaat het eigenlijk niet veel meer om iets anders, namelijk om de Griekse trots. Om hun volksziel, om hun erkenning van, ja, we zien jullie niet als springhanen. Maar we erkennen jullie je eigen waarde. Gaat het eigenlijk daar niet veel meer om dan puur het economische? Want je zegt A of B, er is geen alternatief. Ja. En dat doorzien Varoufakis ook. Ja, ik denk het absoluut. En ik denk dat dat gedeeltelijk ook terecht is. Hè? Als het met name zo rond 2010, het laatste jaar voor mijn gevoel wat minder, was het verhaal voortdurend ook met name in de Duitse pers, hè, de Frankfurter Allgemeine, die hadden het daar voortdurend over die luie Grieken en die willen op hun 50ste met pensioen, terwijl wij onze, 70ste moeten werken. Dat is gewoon niet waar. Hè, die Grieken die werken 1,5 keer zoveel uren als wij Nederlanders. Gaan gemiddeld ook later met pensioen en dat soort dingen allemaal. We hebben geen kinderdagopvang, toeslagen en noem het allemaal maar op. Die frustratie, dat is denk ik één. En de tweede is gevoel van miskenning of gevoel dat er niet serieus onderhandeld is. Dus ik denk wat die Syriza de afgelopen maand ook gedaan heeft, bewust of onbewust, is in ieder geval te kunnen laten zien, kijk, wij doen er alles aan. Wij laten niet zomaar over ons heen lopen. Wij doen alles aan om het voor elkaar te krijgen. Maar ja, het lukt uiteindelijk niet, want we hebben gewoon geen onderhandelingspositie. Dus ik denk dat zeker een belangrijke component is. En daarin doet die Varoufakis en die Tsipras natuurlijk bijzonder goed, volgens mij. Ja. Mijn naam is Katerina Drakopoulou. En ik volg erg zorgvuldig de situatie in Griekenland, want ik kom er vandaan. Maar het is de eerste keer in de geschiedenis van Griekenland dat miljoenen Grieken achter de regering staan. Ja. En dat wordt niet als serieus genomen. Wil je de land herbouwen, dan heb je een staat die de mensen vertrouwen. Dus de belastingontduiking heeft niets te maken met dat de Grieken niet willen betalen, maar ze hebben geen enkele vertrouwen gehad tot nu toe naar de staat. De tweede, de corruptiebestrijding. In Duitsland, Siemens, heeft de Griekse telefoonbedrijf gekocht voor een appel en een ei met steekpenningen aan Christoforakos, was de directeur van de telefoonbedrijf. Christoforakos blijft in Duitsland, daar wordt hij niet uitgeleverd in Griekenland om berecht te worden. Toen Varoufakis dat vertelde aan Schäuble, en veranderen van discussie, nee, Grieken moeten maar hun eigen huis schoonmaken. Terwijl iemand die steekpenningen betaald en gekregen heeft van het Duitse bedrijf, krijgt asiel in Duitsland. Dus wat de Grieken denken is dat iedereen wil het land kopen voor een appel en een ei. En daarom moet de situatie zo gehouden worden. Daar ben ik helemaal mee eens. En ik denk dat het ook één bijzonder positieve ontwikkeling van de afgelopen maanden is. Ik sprak een collega van mij, een politicoloog, die zei van ja, maar het is ook een democratisering die nu plaatsvindt. Tot nu toe waren het steeds dezelfde namen, dezelfde families. En nu zie je wel, eigenlijk min of meer voor het eerst, maar ik corrigeer me als ik het niet goed heb, dat die bevolking ook op basis van hun eigen voorkeuren en belangen gekozen heeft op een partij die dat belooft na te streven. En dat is natuurlijk het begin van dat tweede punt van het goed willen organiseren bestuurlijk van het land en het uitbannen van corruptie. Het begint natuurlijk wel met een geloofwaardige regering. Dus dat staat helemaal los denk ik van de economische discussie. Maar dat is wel wat in ieder geval politieke commentatoren als een groot voordeel. Maar het andere grootste gevaar is als deze regering faalt, of dat hij niet zijn beloftes waarmaakt, wat erop lijkt,
dan komt de fascistische partij aan de macht. Ja. Blijkbaar, dat vinden ze minder erg. Ja. Ja, dus ik herhaal nog even, er is dan de kans bestaat dat als dit misgaat, dat er dan weer een fascistische partij aan de macht komt. Ja. Ja. Ja, is het een reële, als econoom is dat misschien lastig te beantwoorden? Als we maar een klein beetje naar de Europese geschiedenis kijken, dan denk ik dat dat zeker geen uitgesloten mogelijkheid is. Daar komen we een klein beetje ook op de politieke afweging, daar heb ik minder verstand van. Maar dat is natuurlijk van iets grotere afstand precies de afweging die al die overige Europese partners moeten maken. Om dat terug te komen naar het eerdere punt, in dat verband is het ook prima, denk ik, is mijn inschatting, dat je ziet dat het Tsipras en Varoufakis er in ieder geval alles aan gedaan hebben, ook voor het publiek, om er wat aan te veranderen, om wat voor elkaar te krijgen. Dat is zeker niet onbelangrijk hierin. Ja. Ik kreeg door dat ik... laatste vraag kan nog? Oh, heel fijn. Ja. Misschien nog even één economische vraag dan. Want als ik u goed begrijp, dan zit zaken economisch gezien eigenlijk muur vast. Nu hoor ik, of lees ik ook vaak, dat Noord-Europa een handelsoverschot heeft ten opzichte van Zuid-Europa. En omgekeerd dus. En dat het economisch gezien een goede zaak zou zijn als dat overschot voor een deel gebruikt zou worden om in Zuid-Europa te investeren. Ja. Ik begrijp dat dat niet gebeurt om de een of andere reden, of onvoldoende. Is daar nou op EU-niveau iets aan te doen in de zin van Europees beleid? Of zijn die instrumenten nog niet effectief genoeg? Economisch gezien is het, maar dat zeggen economen altijd, economisch gezien is het vrij makkelijk. Je kunt uit de euro stappen als Griekenland en die munt devalueren. Maar omgekeerd kun je het ook doen. Je kunt ook gewoon de lonen verhogen in Noord-Europa. En dan worden die Griekse producten ook competitiever. Wordt er ook in Noord-Europa meer belasting geïnd. Je kunt ook ervoor zorgen dat er meer geïnvesteerd wordt in de Griekse economie. Al moet je dan altijd de vraag stellen, ja maar als er dan zoveel geld is, waarom doen die bedrijven dat nu niet? Vinden ze dat toch nog te onzeker? Of zijn ze er niet, die investeringsmogelijkheden? Maar er zijn verschillende manieren om dat als continent geheel op te lossen. Kan op meerdere manieren. We hadden 2 dagen geleden ook weer dat initiatief voor een energiemarkt. Dat kan ook een onderdeel daarin zijn. Maar die politieke wil, die is er niet. Dat is een hele grote andere vraag. Ik denk omdat politici te bang zijn gezien te worden als het weggeven van nationale macht aan anonieme Europese instituten. Niet meer, niets minder. Maar economisch gezien, dat zou een nog veel betere oplossing zijn. Gewoon de lonen verhogen in Noord-Europa. Dat kreeg de inflatie ook weer op, waar we zo bang voor zijn dat die te laag is. En als je dat een paar jaar volhoudt, dan wordt vanzelf, bijvoorbeeld die Griekse economie, wordt vanzelf weer competitiever. Het is een schande. We gaan afronden, meneer. Maar als u zo nog door wilt praten, komt u graag naar voren. Hartelijk dank aan Floris van Heukelom, ook onze columnist, Leon Dekker. En u, bedankt voor de aandacht. En we gaan zien hoe dit afloopt. Over 4 maanden niet meer.